Dit is de Toshiba WL768 serie. Hij is te verkrijgen in 3 verschillende maten, namelijk in een 40 inch maat en heeft een diagonaal van 102 centimeter. Hij is te verkrijgen zoals die hier staat in een 46 inch maat. Dan heeft hij een diagonaal van 117 centimeter en hij is te verkrijgen in 55 inch en heeft hij een diagonaal van 141 centimeter. Met andere woorden, big, 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 hele grote tv. Wist je dat Toshiba het allergrootste elektronica bedrijf van de wereld is? Ze zijn bijvoorbeeld in Amerika nummer 1, in Japan heb ik 5 jaar gewoond, zijn ze nummer 2. Ze doen ook meer. Als je gewoon even denkt Toshiba, ja, dan denk ik aan mijn rekenmachine vroeger op school of laptops. Maar nee, zij zitten ook in de automotive branche, ze zitten ook in de IT-branche, ze zitten ook in de medische branche. Noem maar op. Dus je zit echt bij een goed groot merk. Toshiba is een Japans merk, maar omdat Europeanen toch een ander smaakje hebben, hebben ze de hulp ingeroepen van de Deense designer Jacob Jensen. De look en feel van deze WL768-serie. Hij is borderless, oftewel een vlakke plaat helemaal aan de voorkant, een mooie glasplaat, waardoor hij echt heel mooi chic lijkt. Aan de zijkant heeft hij een chrome rand, heeft hij er helemaal omheen zitten, die een beetje afgerond is naar achter, met afgeronde hoeken. En hij is ook echt super vet plat. Hij is namelijk 28 mm dik. Oftewel, dit ding hoort echt als schilderij aan de muur te hangen. Dit is nou, dat je zegt, een echte design tv. En hij heeft mooie tiptoetsbediening. En aan de onderkant zit er een hele lichte, chrome omlijsting. In de voet zie je echt het design terugkomen met een open gat eronderin. En door de spiegeling van de voet lijkt het net of de televisie echt zweeft. Ja, de specificaties van deze topper. Het is een LED-tv. Hij is full HD. Hij heeft 200 hertz. Hij heeft 4 HDMI-aansluitingen en 1 SCART-aansluiting met verloop. Hij heeft 2 USB-aansluitingen. Dat is bijvoorbeeld voor je muziekbestanden of je foto's of je films direct op de televisie af te spelen. Ook heeft hij DVB-T-tuner, wat inhoudt dat hij de KPN-digitale kaart samen met de CAN-module direct in de televisie kan steken en niet meer eronder nog een digitaal kastje hoeft te zetten met 2 afstandsbedieningen te werken, maar alles op deze mooie design afstandsbediening van Toshiba. Ook kan je je Ziggo digitale televisiekaart direct met de CAN-module in de televisie steken en dat je alles maar op 1 afstandsbediening hoeft te bedienen en dat is deze ene van Toshiba. Ook heeft hij Dolby Volume. Hij heeft een LAN-aansluiting en heeft een plug and play. Deze televisie is momenteel de enige Windows 7 gecertificeerde tv in de markt. Dat betekent dus dat hij perfect kan communiceren met je computer of door middel van de LAN-aansluiting. En mocht je dat wireless willen doen, is wel optioneel door middel van de Toshiba dongle. Ook heeft deze televisie 3D. Dat betekent dat je samen met je bril 3D films of games kan spelen. En wat bereik je daar nou mee? 3D heeft diepte en dat betekent dus echt dat je het gevoel hebt dat je er helemaal in zit. Hij heeft dus Dolby Volume. Nou, je kent het wel, je zit in een film te kijken en dan komt er reclame en dan schrik je in één keer de touwtandje dat het volume zo omhoog gaat. Nee, Dolby Volume die regelt dat gewoon af, dat het allemaal hetzelfde blijft. Dus dan schrik je niet de touwtandjes, want in die reclame ben je toch niet geïnteresseerd. Hij heeft ook plug and play, wat inhoudt dat hij zelf de helderheid instelt van de televisie. Je moet het dus zo zien, overdag, hè, dan fikt hij hem lekker uit, want is er veel licht van de omgeving. En 's avonds is het wat donkerder, dan dimt hij dus de lichtintensiteit. En daardoor ja, krijg je net eventjes dat minder branderig gevoel in je ogen als je langdurig televisie kijkt. En je spaart er ook nog energie mee uit, dus ik zeg ook goed voor de portemonnee. Ja, Toshiba is ook echt eco-friendly, want ze hebben nog echt om dat laatste kleine beetje energie besparen nagedacht, want er zit namelijk een echte uit- en aanknop op. Toshiba maakt de meest betrouwbare televisies in de markt. Dat is gewoon een gemeten feit. En daarom geven zij 3 jaar garantie in plaats van de standaard, zoals de meeste fabrikanten, 2 jaar garantie geven.
Alle schermen worden geleverd met een voet, maar horen eigenlijk natuurlijk gewoon aan de muur te hangen. Vogels heeft daar overal een oplossing voor. Of helemaal vlak aan de muur, of gewoon van de muur laten zwenken. En dan hebben we het voor de kleine maten, de grote maten. Zeg het maar, helemaal wat je wilt. Twee kanten opdraaien of zelfs elektrisch. Allemaal gewoon bij ons op voorraad.